Hallo en welkom bij Doe Het Jezelf Ideeën. Vandaag hebben we weer een leuke video voor jullie. En ik heb dit boekje ontvangen via de post. En het is een notitieboekje. Je kunt deze ook gewoon kopen in de winkel. In de HEMA bijvoorbeeld of in de andere boekenwinkels. En ik heb wat stickers met wat wol. En 1 seconde lijm en een schaar. En wat ik ga doen, ik ga het boekje een beetje opfleuren. Het is een beetje saai momenteel. Dus ik dacht, nou weet je wat, we hebben stickers met een haak en een breithema. Dus ik dacht, ik ga met wol ook iets erbij doen. Om het een beetje creatief uit te laten zien. Zoals je ziet, een blank notitieboekje. Zonder lijntjes. En het is samengebonden met wat touw. En ik denk dat ik iets met de wol aan de voorkant ga doen. En je kunt het ook een soort touwtje door het midden heen leiden. En dan een soort strikje aan de zijkant doen. Dat is ook hartstikke leuk. Zoals je ziet, de stickers die ik heb met een brei- en bol thema en haak thema. Echt super gaaf. Dus ik plak er een paar van die stickertjes op. Echt super gaaf. En eentje in het groen. En een laatste roze aan de achterkant. Dan hebben we een paar knoopjes. En ik denk dat ik de rest van de stickers laat voor later. En we pakken wat touw. Ik begin aan de achterkant. En laat hem nog even aan de bol zitten. Want ik weet nog niet precies hoe lang touw ik nodig heb. We pakken onze lijm. Dat was sticky. En dan maak ik een dunne soort slang. Een dunne lijm met de lijm. En daarop gaan we het touw plaatsen. Dus we volgen eigenlijk gewoon de lijn. Er zal nog een klein stukje zitten aan het einde. En dat is allemaal gedaan. Het ziet er echt super gaaf uit. En het plakt allemaal prima. En ik ga verder aan de voorkant. Dus ik laat het touw gewoon zitten. En ik ga verder met dat stuk. Ik denk dat ik het woord wol ga schrijven. Dus ik begin met de W.
Het is een beetje een dubbel stukje hier, omdat ik weer direct terug moet. En dan weer omhoog. En trek het voorzichtig. Nou, het is even aan het drogen. Dus we gaan verder met de O. Ik ga iets omlaag. Dus ik ga weer iets naar beneden. Dan kom ik weer terug naar beneden. En dan verder met de L. Een beetje veel lijm. En het draagt vrij wel snel, omdat het secondenlijm is, dus dat is ook wel heel handig. En dan laat ik het eindigen op dezelfde hoogte als die als de achterkant. En dan snij ik hem af. En dan kun je dat samen binden. Nou, alles is droog. Je ziet hoe het geëindigd is. Ik vind het echt super gaaf. En ja, ik hoop dat jullie het ook een leuke video hebben gevonden. Als jullie nog vragen hebben of commentaar hebben, schrijf het beneden onder de video. Heb je nog niet ingeschreven voor ons kanaal, kun je dat altijd nog doen. Het is gratis en je hebt elke week nieuwe video's. Dus ik zou zeggen, hou je ogen open en schrijf je in. Geef ons de duim omhoog als je naar je zin hebt gehad. En ja, hopelijk zien jullie de volgende keer. Tot ziens!